Oké, welkom allemaal bij deel 3 van de tutorial website maken met FlashMX. We zijn op bladzijde 20. Bladzijde 20 bovenaan zijn we gebleven. Daar ga ik verder. Ik ga eerst eventjes mijn macromedia bestandje openen. Klik op Start applicaties, macromedia. Macromedia Flash MX zou jullie inmiddels moeten kennen. Oké, ik open het bestand, file, open en hij heet de website. Openen, daar is die weer. Nog een keertje, pijltje naar beneden klikken, show frame. Kan ik alles zien van mijn website. Zo ziet mijn website eruit. Zo ziet mijn timeline eruit. Ik kan een beetje op en neer scrollen, want er zijn nog meer lagen. We gaan nu werken in laag 5. Even kijken. Bladzijde 20. We beginnen niet helemaal bovenaan. We beginnen halverwege. Moet ik het even goed zeggen. We beginnen in een boek. Hier. Kunnen jullie het zien? Kijk hoor. Klik in frame 1 van laag 5. Daar gaan we verder. Klik in frame 1 van laag 5. Dus hier moet ik klikken. Oké. Kies de teksttool A. Oké. Stel de kleuren zo in. De stroke color moet wit zijn. En de fill color moet ook wit zijn. Stel de properties zo in. Trebuchet is al goed. 24 is al goed. Wit. Even aanklikken en wit maken. Er stonden allemaal vakjes in. Ik weet niet waar dat voor is. En deze moet vet zijn. Is die al? Oké, links uitgelijnd. Klopt wel. Kijk verder op bladzijde 21. Klik linksboven in het zwarte vlak en typ home. Klik. Home. Oké. Maak onder dit tekstvlak een nieuw tekstvlak. Hoe doe je dat? Gewoon door te klikken en te slepen. Oké, op deze manier. Je kan hem nou niet groot maken, want je moet nog even iets veranderen. Er staat static text en dan moet dynamic worden. Dus moet je even het pijltje naar beneden klikken en dan een dynamic text van maken. Dan kan je met het witte blokje kun je het tekstveld groter maken. Bijna zo groot als jouw zwarte rechthoek. Even kijken. Hier staat single line bij properties. Dat moet multiline zijn. En de lettergrootte moet 14 zijn. Moet je 14 van maken. Oké. Verder naar bladzijde 22. Typ de volgende tekst in je nieuwe tekstvlak. Oké, ik mag gaan typen. Dit is de home page. Van eigen naam, Alex in mijn geval. Ik vind iets een beetje raar. Waarom zijn dat witte letters? Oh, ik snap het dan. Omdat je achtergrond zwart is. Door op de knoppen. Oh. Portfolio. About. FAQ. Jullie geloven mij wel dat ik dit allemaal kan typen. Dus ik ga eventjes de film pauzeren. Dan kun je dadelijk kijken wat het resultaat was. Oké, laatste regeltje. Veel plezier bij het bekijken van mijn website. Uitroepteken. Oké. Vervang naam door jouw eigen naam. Heb ik al gedaan. Daar staat mijn naam Alex. Klik in frame 5 van laag 5.
Kies de tekst toe. Oh, frame 5, sorry. Hier moet ik zijn. Kies de tekst toe. Oké. Nou, dan gaan we weer een aantal dingen veranderen. Stel de properties. Oh, ik moet even hier klikken. Ik kan geen properties instellen. Dat komt omdat we eerst even moeten klikken hier. En dan kun je de properties wel instellen. De lettergrootte is vooral belangrijk. Die moet 24 zijn. Voor de rest blijft alles hetzelfde. Oké. Klik eventjes in mijn teksttool. Dan moet ik portfolio maken. Dit is weer hetzelfde als we straks hebben gedaan. Maak onder het tekstvlak een nieuw tekstvlak. Oké. RSTL. Een beetje naar beneden. Ik moet weer 14 maken. Ik ga een kleinere letters gebruiken. Voor de uitleg. En dan blader ik even naar bladzijde 23. Dan staat typ de volgende tekst in het nieuwe tekstvlak. Oké. Naam. Dubbele punt. Voornaam, achternaam, Alex Winkel. Dan staat er opleidingen. Hier kan je op schrijven welke opleidingen jij allemaal hebt gehad in jouw leven. Nou, ik heb HAVO gedaan, diploma behaald in 1986. Meer scholen, ja, Fontys, informatica, diploma behaald in, ik heb geen idee, moet ik even opzoeken, ik meen dat het 2004 was. Dan werkervaring. Hier kun je opschrijven wat voor werk je al gedaan hebt in jouw leven. Je ziet, het is een professionele website met informatie die interessant kan zijn voor een werkgever. Ik begin bij de laatste. Mijn laatste werk is wat ik nu doe. Daar ben ik gestart in 2000. Tot heden. Ik doe dat nog steeds. Docent. Nou, nee, laat ik hier school 23 zetten. En dan kun je daar nog achter zetten wat je daar gedaan hebt. Bijvoorbeeld docent informatica. Dat heb ik daarvoor gedaan. Tot 2000. Cliënt automatisering. ICT specialist. Nou, hier kun je al je baantjes neerzetten. Dat zul je zelf wel kunnen. Dan staat er, klik in frame 10 van laag 5. Laag 5, frame 10. Oké. Kies de teksttool, stel de properties in, kan ik niet, moet ik eerst even klikken. 24, dit is allemaal telkens hetzelfde, hè? Er is niks nieuws bij, dat heb je allemaal al een keer gedaan. Deze keer gaan we de about pagina maken. Dan schrijf je hier about. Kleine letters maken. Volgende tekstvlak. Ik blader even door naar bladzijde 24. Typ de volgende tekst in het nieuwe tekstvlak. Deze website. Nou, eventjes snel doortypen. Oké, ik heb de tekst getypt. En ik heb mijn naam hier neergezet. En het jaar 2013 hier ingevuld. Oké, klik in frame 15 van laag 5.
5, 15. Klik. Dan gaat hij weer tekst tool. Klikken in jouw zwarte rechthoek. De lettergrootte moet weer 24 zijn. En we gaan nu de frequently asked questions maken. Nieuw tekstvlak. Beetje naar beneden schuiven. Lettergrootte 14. Ik blader door naar bladzijde 25 en daar staat typ de volgende tekst in een nieuw tekstvlak. Q van question. Hoe lang hebt u over een van deze hersenen gedaan? Vraag ik. Answer. Antwoord. Ik heb er. Nou, hoeveel uren heb ik erover gedaan? Enkel 1 uur. Uren. 1 uur. Enkelvoud. Over. Gedaan. Question. Vraag. Wat kunt u nog meer maken met Flash MX? Vraag. Answer. Antwoord. Met Flash MX kan ik ook nog. Nou, als je nog niks anders kan, dan kun je beter als antwoord geven nog niets. Oké, ook weer klaar. Klik in frame 20. We zijn bijna klaar. Frame 20 van laag 5. Kies de tekst tool. Oké. Okay. Even hier klikken. Dat kennen we inmiddels wel. Lettergrootte 24 instellen. In jouw tekstvlak typ je contact. Maak ik een nieuwe tekstvlak. Even op de goede plaats zetten. Contact. Properties instellen. Letters moeten een beetje kleiner zijn. 14. Lettergrootte 14. Typ de volgende tekst in een nieuw tekstvlak. Nou, je zet hier natuurlijk geen dingen in waarvan je niet wil dat ze op internet komen, want we gaan uiteindelijk deze website op internet zetten. Dus zet hier gewoon jouw naam in. Alex Winkel. Tel van telefoonnummer. Nou, dat mag je erin zetten, maar hoeft niet. Ik zal een nepnummer erin zetten. E-mailadres. Oh, dat mogen ze wel weten. Even kijken welke zal ik eens pakken. Als je niet wil dat mensen jouw e-mailadres op internet kunnen lezen, zet je hier niks neer. Zet je alleen jouw naam. Oké. Okay. Oké, ik ga weer even opslaan. File. Save. Dit is even het einde van deel 3. Ik zou zeggen tot de volgende keer bij deel 4.